I got the call. Probably the most painful day of my life. Elvis had left the planet. Muzikant en producent Hans van der Zee is gegrepen door het verhaal van de man achter Elvis. Namelijk de Bredase Dries van Kuik, die op 19-jarige leeftijd stiekem naar Amerika vertrok en daar door het leven ging als Colonel Tom Parker, de manager van de King of Rock'n'Roll. Hij had echt een neus voor geld verdienen, van jongs af aan al, in zijn jeugd al in Breda. Nou, hij wordt de grootste manager van de wereld genoemd, dat is niet voor niks. Ik was heel erg verbaasd dat het verhaal over de man achter de artiest nog nooit verteld was. Wel in wat documentaires en wat biografieën, maar nog niet in een theater of op een film. En dus maakte Van der Zee deze voorstelling, De Kolonel, die dinsdag voor het eerst te zien is in De Kring in Roosendaal.